Vrijdagochtend, het is nu 10:45. We hebben net 2,25 kwartier gereden van het Westland naar Arsen. En het is een beetje vol in de zon, maar kijk, we zijn lekker bezig hier. Oh, de tafels staan, doeken worden gelegd, dus we zijn aan het opbouwen voor 11 uur Arsen. Dus met dit weer gaat dat geweldig worden. Ja, en wij zijn nog steeds aan het opbouwen, maar ik laat even zien dat ook de rest van het terrein zijn allemaal druk bezig met opbouwen. Het is nu 11:30, dus we zijn een uurtje 5 kwartier bezig. De Bank of Elvia, ja, dus hier gaat dat fantastische, de fantastische munten kunnen hier opgehaald worden voor eten en drinken. Hier hebben we Readmore Publishing van onze vriend Dimitri, ook al druk bezig. Dan gaan we nu even naar onze tent. Kijk hoe ver wij zijn. Kijk, hier zijn deze zijn al klaar, die zijn gisteren al geweest. Hey. En dit is de boekhandel Het Verboden Rijk, als je veel Engelse boeken wil. Nou, wij zijn inmiddels uitgeladen, dus we gaan nu even snel een koffiepauze nemen. En dan gaan we de boekjes stallen. Ja, en dan laat ik jullie zo de volgende stap zien. En we zijn klaar. Alle boeken staan. Koen en de Hessenhek beleeft zijn debuut. Sterren in de Bijnernoot. De Herzal in zijn roverrechtie. De serie Het Patroon. Fort Enigma. En Mista Annika. Kijk, Heksenvries van K.W. Rijnmakers. En de Ogen Trilogie. Lammert van der Hast is er. Met zijn tweede Vloek der Oude. En de eerste is Ketende Vriendschap. Matthias Maho met zijn Ruiterserie. Ian Laverman. Met al zijn boeken, het oeuvre, de sleuteldrager en sleutelvraag deel 2, ook aanwezig, Charlotte. En natuurlijk ook de keykeeper, de Engelse versie, de koffiehoek. Johanna Lijm, er komen nog wat boeken van Mario aan. Kelly van der Laan, met haar nieuwe Bloed in het Water. En een Lentegom trilogie. En dan hebben we ook nog het middendeel. Met hier de boeken van Kim ten Tusscher. Vertellingen van de Ondergang. Jager en Prooi. Larissa Klein-Bennink. Met haar Revolutie trilogie. Dus tot nu toe trilogie. Er komt er nog één bij. Dan hebben we nog wat weesjes, boeken waarvan de auteurs er in het weekend niet bij zijn. En we hebben Rick Vermunt met zijn nieuwe De Koningsmoorden. En we hebben Robin Roosendaal met haar nieuwe Scherven van Verzet. Het tweede deel in de Levende Steden serie. Ook voor het eerst verkrijgbaar hier Elvia Assen. En we hebben de sieraden van Kokkie. En uiteraard ook de boeken van Kokkie. En zo zijn we er weer. En we hebben de hele tent. Hebben we gehad. En ik zou zeggen, ben je in de buurt van Assen, kom gezellig langs.